De reshuffling van de vier ministers was meer dan noodzakelijk. Dit benadrukte president Desi Bouterse meerdere malen vandaag tijdens een persconferentie. De wisseling van de bewindslieden is volgens het staatshoofd onder meer bedoeld om meer vaart te zetten achter het werk van de regering. Hij stelt dat de vier beëdigde bewindslieden een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de nieuwe inzichten van de regering. Deze beleidsdoelen moeten naar zeggen van de president leiden tot meer zetels voor de NDP bij de verkiezingen van volgend jaar. We hebben toegespitst op een vijftal zaken. Te maken heeft met volksgezondheid, te maken heeft met onderwijs, dat te maken heeft met infrastructuur, dat te maken heeft met het sociaal aspect en natuurlijk milieu. De vraag van u klinkt logisch natuurlijk, maar ik zei het al, als de situatie gewijzigd is, en ik een ander concept wil toepassen, dan bespreek ik het met de ministers. En natuurlijk zou je logischerwijs zeggen van, maar wat de ene minister kan, kan de andere minister ook. Maar het is niet helemaal waar. Daar komen heel andere aspecten bij kijken. En geloof me, ik ben niet tevreden met 26. Anders dan critici beweren, stelt Bouterse dat de meerdere reshuffelingen niets te maken hebben met gebrek aan kader. Die beweringen verwijst hij naar het Rijk der Fabelen. We hebben geen kader. Ja, ja. U ziet, meneer Akinbot is geen kader. Kijk, het zijn geëigende zaken waar men natuurlijk probeert aan te geven. Zij hebben kader. Zolang ze in de oppositie zijn, hebben ze kader. In elk geval maken ze zich niet druk. Gelooft u maar dat we kaders hebben. En niet te zuinig ook. President Desi Bouterse vandaag tijdens een persconferentie in het presidentieel paleis. Het staatshoofd benadrukt dat deze reshuffling meer dan noodzakelijk was.